Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag bloemetjes haken en ik heb gewoon allemaal restjes wol. Dus welke kleurtjes dat je ook neemt, het is heel gezellig om te haken en ook heel makkelijk. Ik ga het heel rustig uitleggen. Je hebt dus nodig restjes wol. Eigenlijk, ik zal zo vertellen wat je nog meer nodig hebt, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, Iedereen kan haken. Het is zo leuk. Al die duimpjes omhoog, dus duimpjes omhoog. En als je vragen hebt, kan je die onder de video zetten. Graag abonneren. Abonneren is gratis. Je kan gewoon met mij op Facebook berichtjes achterlaten, maar ook hier onder de video. En ik vind het echt leuk dat jullie allemaal kijken. En dit bloemetje is echt heel leuk om te maken. Kijk, ik heb er toevallig hier een steekmarkeer erin met een lief bloemetje. Maar het heeft 1, 2, 3, 4, 5 blaadjes. En ook voor een beginner is dit heel leuk om te doen. Als je de draad eraan laat zitten, dan kan je hem overal opknopen. Ik heb hem aan een tas gezet. En al die kleurtjes. Het is gewoon een feestje. Ik neem het ook elke keer overal mee. Dan denk ik, oh ja, hier ga ik lekker bloemetjes haken. Ja, en iedereen vindt het gewoon gezellig. En wat je nodig hebt is een schaartje. Ik heb haaknaald nummer 5 gebruikt, maar je moet een beetje wel de kleurtjes pakken waar je dezelfde naalddikte mee kan gebruiken. En dit is de meeste wol, is allemaal of Royal of de Saskia van de Vibra. En een stopnaaldje. En dan gaan we beginnen. Tot zo! We beginnen met een opzetlus. En dan ga je 7 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sluiten we de toer of de losse ketting in de eerste losse. Je haalt je draad op en je haalt ze door 2 lussen. 1, 2. Kijk, dan heb je het eerste rondje gehaakt. Dan gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we het eerste bloemblaadje maken met dubbele stokjes. Dus je haalt 2 keer over je haaknaald. Je gaat in de opening. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is echt een dubbel stokje. Dit gaan we nog 2 keer doen. Dus 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. 2 keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan door 2. Je kan de video langzamer zetten. Dat is rechts hierboven. Dan heb je de instellingen voor de video sneller of langzamer te zetten. Kijk, en dan heb je 3 dubbele stokjes. En nu gaan we het bloemblaadje weer sluiten. En dan gaan we 4 lossen maken. 1, 2, 3,
4. Die zetten we weer in het bloemblaadje vast, of in de ring vast. Hier gaan we in, je haalt je draad op, omslaan door 2. Zie je? En dan heb je één bloemblaadje af. En zo gaan we ook alle andere bloemblaadjes haken. Dus 1, 2, 3, 4 lossen. En 3 dubbele stokjes. En weer in de opening. Zie je? En dan gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Die sluiten we in de opening. Je pakt je draad op, omslaan door 2. En dan heb je al 2 bloemetjes of 2 bloemblaadjes af. Dan gaan we nu de derde maken, weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. 2 keer omslaan, want we maken dubbele stokjes. En we maken 3 dubbele stokjes. Dus de tweede. Dit is de derde. Dan gaan we weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. En we sluiten weer het bloemblaadje met een halve vaste. Zo heb je er 3. Weer 4 lossen. 1, 2, 3. 4, 2 keer omslaan. En een dubbel stokje. Je maakt in totaal iedere keer 3 dubbele stokjes. En weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En we sluiten weer het bloemblaadje. Zie je? En dan gaan we er nog 1 maken en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan nu aan het laatste bloemblaadje beginnen. 1, 2, 3, 4 lossen. Drie dubbele stokjes. En weer 4 lossen. 1, 2, 3. 4. 2 keer omslaan. Oh, sorry, ik doe het fout. We gaan nu dus het bloemetje sluiten in de. Dus als je 4 los hebt gedaan, ga je weer in de opening. Je haalt je draad op, omslaan door 2. En dan heb je 5 bloemblaadjes. Je trekt aan je lus. Je pakt je schaar. En dan, ja, ik heb aangewend om deze lengte ongeveer te pakken als om door te knippen. Maar dan wordt hij wel langer, maar dat maakt niet uit. Kijk, en dan trek je, je kan hem ook zo ophangen als blaadje, als bloemetje. En dan trek je je draad door die lus, je trekt hem even heel goed aan. En dan draai je hem om en dan pak je die andere waar je mee begonnen bent.
En dan leg ik er altijd eventjes een dubbel knoopje in, dus 1, 2, zie je? En dan heb je een heel leuk bloemetje gehaakt. Deze kan je op een tas zetten, op een das zetten, op mutsjes, overal op. Ja, het is gewoon heel leuk om restjes wol mee op te maken en toch een leuk werkstuk. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en heel veel plezier ermee. En zet alsjeblieft de notificatiebel aan, die staat naast de abonneerknop. De abonneerknop zit hier op mijn foto klikken. Duimpjes omhoog. Tot de volgende video. Tot ziens!